Hartelijk welkom bij Café Weltschmerz. Ik ben Ab Gietelink en mijn gast vandaag is Ton Rademaker. Ton werkte decennia lang bij het Research Instituut van de KEMA in de elektrotechniek. Hij werkte onder meer ook in China met veel collega's. Is hij nu een pleitbezorger voor de ionisatiemachine als effectief middel tegen het coronavirus. Hun claim over werkzaamheid steunt op dit rapport. Dat is uit Science 2013. En er is zelfs een positief rapport, dat is dit, van het RIVM, over de werking van een ionisatiemachine uit 2010. Goed, hartelijk welkom, Ton. We hebben zo'n ionisatieapparaat meegebracht. Ja, twee zelfs, hè? In de moderne uitvoering en de amateuristische uitvoering. Hoe werkt zo'n apparaat en wat doet het? Hij maakt hoogspanning en dan gelijkstroom. Ja? Met die gelijkstroom die op een hoogspanning op een naald gezet wordt, geeft het effect dat je negatieve ionen in de ruimte blaast. Ja. En dat gaat met een hoge snelheid. En om een klein voorbeeldje te geven, ja, heb ik hier een foto. Maar even wat is het effect van zo'n apparaat? Het effect is, als je het wil vergelijken wat in de natuur gebeurd is, dat voor de onweersbui voelen de mensen zich helemaal benauwd, niet lekker. En als de onweerflitsen geweest zijn, dan slaat de polariteit om, worden de negatieve ionen geproduceerd. Mm. En dan denken de mensen, wat ademt het lekker fris in en wat voel je me prettig. Ja. En dat is in de geschiedenis al lang bekend. Ja. Maar dat betekent dus in feite dat het bacteriën doodt, dat het virus doodt en dat het de lucht schoonmaakt. Ja, hij doet heel veel dingen gelijktijdig. Ja. En ik ben heel blij met het wetenschappelijk rapport uit Zweden, wat door twee universiteiten is onderzocht. Ja. En waar gewoon bewezen is dat het virussen dood. En het tweede rapport, waar ik heel erg blij mee ben, dat het in China, in Wuhan, met de paasdagen allemaal is geïnstalleerd nadat hun het ook onderzocht hebben. Ja. En dat doodt de coronavirus. Ja. En dat is het essentiële eigenlijk om de coronavirussen te bestrijden. Ja. Nu even om een voorstelling te maken van zo'n apparaat. Dit is een apparaat wat eigenlijk bedoeld is om in een huiskamer te zetten. Ja. Het is jouw eigen huiskamer. Ja, wat kost het? Ja, 150 euro. En als je hem zelf wilt bouwen, ik denk 30 euro. Ja. Maar dit is gecertificeerd in verband met eventueel ozon die vrij zou komen. Ja. En dat eigengemaakte ding, die zit op 30 kV. En die produceert iets ozon. En dan zit je met, dit is een CE goedgekeurde, hè, dat is heel belangrijk. Ja. Dat het op de markt gezet is, dat die veilig is. Ja, en als, stel je nou voor, er is iemand met een café of een restaurant. Daar kunnen 100 mensen in. Ja, dat mag nu niet. Op dit moment mogen er nog maar 30 mensen in. En die zou zo'n ionisatiemachine erin zetten. Wat kan dat? Wat kost dat? Nou, laat ik het zo zeggen. Mijn kamer is 10 bij 10 meter. Ja. Is deze ruim voldoende voor? Ja. Dus als jij een grotere ruimte hebt, dan doe je er 2 neerzetten. Of 3. Ja. Dat maakt niks uit. En de snelheid waarmee deze elektronen, moet je voorstellen, die gaan als tennisballen door de ruimte heen. Ja. Dus die hoef je niet te sturen. Ze hebben dezelfde lading, dus ze stoten elkaar af. Ja. En er zijn twee dingen die je niet kunt zien. Dat zijn elektronen en dat zijn virussen. Ja. Alleen de virus, die wordt elektrisch geëlektriciteerd. Dat wil dit zeggen, hij kan zijn functie niet meer doen. Hij gaat gewoon dood. Dus als een besmette persoon in een restaurant zou zitten en hij zou uitademen, dan zegt die ionisatie, pap, 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 en ze zijn dood. Ja, dat betekent dus dat als we dit apparaat in tweevoud in een restaurant zouden zetten, dan zou iemand komen, dan zouden we 100 mensen eten, dan zou dat restaurant ionisatie, virusvrij kunnen zijn. Ja. En als iemand daarin blaast, worden die virussen gedood. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, dat is het verhaal. En je zegt, dit ding kost 155 euro. Ja, als je er twee hebt, heb je dus 300 euro aanvangsinvestering. Ja. Ja. In China hebben ze dus in alle ziekenhuizen in Wuhan dat met de paasdagen geïnstalleerd. Ja. En in januari heb ik alle informatie naar hun toegestuurd. En mijn Chinese vrienden, die werken, zijn vrouw is arts. Ja. Dus ik heb vanaf januari in directe verbinding vanuit het ziekenhuis via WeChat naar mij. Ja. En alle informatie heb ik. En er zijn een paar dingen die we hier nou eindelijk verkeerd doen, wat ze in China al achtergekomen zijn. Ja. Dat is de airco blaast.
de virussen in het restaurant rond. Ja. Dat is ook in China gebeurd. Ja. Waar men verbaasd was dat iedereen zat achter plexiglas. Ja. Maar de airco, dat was de boosdoener. Ja. Dus op verschillende plekken werden mensen weer ziek. Ja, omdat die aerosolen, waar dan zoveel over gesproken was, zijn hele mini-deeltjes door de ruimte zweven. Ja, ja, ja. En dit apparaatje doodt die aerosolen. Ja, die doodt ze gewoon. Ja. Ja. En dat betekent dus, om het beeld nog completer te maken, de theaterwereld. Gestel je hebt een schouwburgzaal. Dan maak je een grotere ionisator, zet je er neer. Die zijn er ook. En het probleem is eigenlijk geweest dat de mensen die dus voor de grote industrie die apparaten bouwden, niet wisten van het Zweedse rapport dat het virus ze doodt. Nee. En een virus, dat moet je net zo zien, je hebt verschillende virussen, maar een hond en een kat, als je daar hoogspanning op zet, gaan ze alle twee dood. Ja. En het is hetzelfde verhaal voor virussen. Dus ook virussen die er nog aan zitten te komen, met het smelten van het ijs, wegens de klimaatverandering, wat ook vaststaat, die worden ook gedood. Dus als we een medicijn ontdekt hebben voor deze virus, coronavirus, dan hebben we een probleem voor het volgende virus wat er alweer aankomt. Ja. Met andere woorden, jij zegt, je moet eigenlijk niet denken in medicijnen en in vaccins. Je moet denken in het virus en bacteriën vrijmaken. Ja. Het doden van die virussen en bacteriën in bepaalde ruimte. Ja. Vliegtuigen, treinen, taxis. Het kan allemaal. Dit ding wat hier op tafel staat, kun je zo in een taxi zetten. Werk een batterijtje. Ja. En het stroomverbruik is, net als een klein kaarslampje, 15 watt. Ja. Je zei overigens, vertelde mij dat in de jaren 70 er al een auto was, een Mercedes-auto, die een ionisator aan boord had. Ja, dat was eigenlijk, als je door het Roergebied reed, dan was er veel rook en stof. En ja, de mensen die directeur waren, wou wel een beetje in de schone omgeving zitten. Alleen in die tijd hadden ze niet door dat het ook virussen doodde. En het tweede is dat China, die heeft nu een auto op de markt gezet, ook recent, virusvrij. En wat zit erin? Ionisator. Ja. Is een boek wat daarover staat? Corona, plasma? Ja, ik heb dus vanuit het laboratorium ontmoette ik mensen uit Rusland. De Russen hadden dat ook, maar dit zijn de mensen uit China die dus op hoog wetenschappelijk niveau allerlei wetenschappelijke boeken hebben geschreven. Ja. En dat is corona plasma. En dat is door Keping Yang gedaan. En dit is van de Delftse Universiteit van Sheng. Dat is ook iemand die in de elektrotechniek gestudeerd heeft. Ja. Dit is uit Finland, ook iemand. Dit is Huawei. Tesla ook, Transformer. Ja, dit is ook een Huawei, ook belangrijk, brandstofcellen. Ja. Dus je kunt op allerlei manieren, zijn mensen op de hoogte. Ja. Het probleem is de verbinding te leggen. Een van de belangrijkste dingen is dat bijvoorbeeld in Duitsland er worden raketmotoren gemaakt om naar Mars te gaan. Ja. Die produceren enorm veel ionen. Ja. Alleen die mensen weten niet dat het ook virussen doodt. En die koppeling kan alleen de journalistiek doen. Ja. Nu even een ander aspect. Jij hebt mij verteld, als je ruimte ioniseert, dan werkt dat niet alleen positief om de virus weg te halen, maar het heeft zelfs een genezende kracht. Ja, dus dat is al lang bekend. De Russen die hadden in brandwondencentra's en ziekenhuizen, die speciaal voor mensen die verbrand waren, de lucht geïoniseerd om infecties en de genezing te versnellen. Ja. En dokter Bernardin, dat was de arts die in Zuid-Afrika voor het eerst open hart operaties deed. Ja. Die deed dat in gebieden waar een hoge negatieve ionisatie is. Ja. Dit is een instrument, daar kun je het mee meten. Ja. En ik heb ook een boek, daar kun je ze kopen, $45 of zoiets. Ja. Daar kun je de hoeveelheid negatieve ionen in de lucht gewoon meten, die er zijn. Ja. En deze artsen waren op de hoogte van de goede resultaten. Ja, nee, even de natuurlijke achtergrond van die negatieve ionen. Want dat is eigenlijk een fenomeen wat al honderden jaren natuurlijk wordt toegepast, begrijp ik. Ja. Waar vind je negatieve ionen die gezond zijn voor ons ademhalingsgestel? Dat heb je in Zwitserland. Dat heeft te maken met luchtstromingen. In Davos, daar heb je dus hoge negatieve ionisatie. Hm? Je kunt, dat is een heel oud boek, dat heb ik ook nog, van Kelvin.
die heeft de eerste water-elektriseermachine gemaakt. Dan kun je met waterdruppeltjes hoogspanning maken. Dus als je een waterval hebt, of je hebt aan zee golfslag, dan heb je daar een hoge negatieve ionisatie. Ja. En mensen met longziektes, die gingen vaak aan zee of naar gebieden waar de natuur van zichzelf al een hoge negatieve ionisatie had, waarbij hun genezingsproces... TBC-patiënten bijvoorbeeld. Allerlei mensen die hebben daar baat bij. Dus, dus ook allerlei ziektes. Ja. Het verbaast mij dat in ziekenhuizen dat kunstmatige ionisatie in Nederland niet toegepast wordt, maar in Amerika wel. Ja. Jij hebt me overigens ook iets gezegd, een beetje een uitstapje. Er zijn ook positieve ionisatie die negatief werkt voor mensen. Ja, dat is ook een bekend verhaal. Je hebt kantoorbuildingziekte. En dat komt eigenlijk omdat door de apparatuur die er staat heel veel positieve ionen worden geproduceerd. Ja. En daar worden de mensen niet goed van en niet lekker van. En dat heet dan de buildingziekte. Maar bijvoorbeeld, ik ben bezig geweest om aardbevingen elektromagnetisch te voorspellen. Ja. En had ik uit Groningen gehoord dat een boer had gezien dat de koeien in paniek raakten. En dat was een mysterie. Maar voor mij was het geen mysterie, want ik had de gegevens van de Duitse biofysicus Helmut Tributz. Die heeft vroeger soortgelijk onderzoek gedaan in Italië. Voorafgaande aan de aardbeving. Waarom de koeien daar zowel in de trein als buiten in het land in paniek raakten. En dat onderzoek van hem blijkt dat dat kwam door een hoge positieve ionisatie van de lucht. Ja. Dus het werkt net zo snel. Dus zoals je, ik denk... Ja, het werkt net, de positieve werkt negatief en de negatieve ionen werken positief op het gestel. Ja. Dus als mensen in de intensive care liggen en ze zouden behandeld worden met een hoop negatieve ionen, dan denk ik dat hun tijd in het ziekenhuis enorm kort, verkort wordt. Ja. Even... Wanneer is, ik bedoel, je hebt natuurlijke ionisatie en je hebt kunstmatige ionisatie. Ja. Wat is het begin van die kunstmatige ionisatie? Wanneer is dit apparaat eigenlijk ontwikkeld? Oh, ik denk al heel vroeg. Want er zijn een paar mensen geweest die daar uitgebreid onderzoek naar gedaan hebben. Dat is Sir William Crookes. Ja. De Crookse buizen, dat zeggen de meeste mensen niks. Maar hij heeft samengewerkt met Nikola Tesla. En Nikola Tesla die heeft de eerste, als voorbeeld de eerste röntgenfoto's gemaakt voor röntgen. En deze mensen hebben uitgebreid met hoogspanning en geëxperimenteerd met de ionisatie van lucht. Alleen deze kennis, laten we zeggen, Tesla wordt beschouwd als... Welke tijd praat ik dan? 1900. Ja. Toen Tesla een radiografisch bestuurbare boot maakte en een demo gaf in Chicago. Toen zeiden de wetenschappers, dat was ook het probleem wat hij had, dat kan niet. En ze keken niet naar de resultaten. Ja. Men kon het niet bevatten, dus dan is het er ook niet. En maar het is eigenlijk toegepast, zou ik maar zeggen, in de wetenschap, zeg je eind jaren 50 door die... Die Dr. Bernadette, die hartarts is dat. Ja, ja, en niet te vergeten dat in Rusland wist men dat ook al heel vroeg en paste men dat toe. Ja. En ik heb vrienden in Rusland zitten en die beamen dat. Die zeggen, ja Tom, dat klopt, dat in de brandwondencentra. Maar is het in welke landen nu even op het niveau van de virussen? Want iedereen is natuurlijk nu gefocust op hoe krijgen we in godsnaam dat coronavirus onder controle? Hoe gaan we ermee overweg? Dat probleem wordt nu opgelost doordat je met je mondkapje in het OV moet zitten en 1,5 meter afstand moet houden. Dus iedereen zit te wachten op oplossingen. In welke landen wordt dit toegepast op het niveau van het virus? Nou, op het coronavirus directe doden, dat is gestart in Wuhan, in alle ziekenhuizen. Want ik heb de film ervan. Begin april ongeveer. Met de paasdagen. Met de paasdagen kwamen de auto's aanrijden en dat is op de Chinese televisie uitgezonden. Deze informatie die heb ik willen geven aan de overheid. Maar dat werd niet ontvangen, laat ik me zo zeggen. Dat, men deed er niks mee. Nee. je bedoelt de overheid hier. Maar jij zegt, even, deze ionisatieapparaten worden ook gewoon gebouwd overal in Europa als luchtverversingsapparaten. Ja, ze zijn oorspronkelijk op de markt gezet. Mensen die dieren hebben, vogels, katten, honden, en die zijn allergisch. Ja. En die willen wel een beestje hebben, maar dat gaat niet omdat dat beestje stof produceert. En dan neem je een ionisator, want dan wordt de lucht frisser, die wordt schoner, de fijnstof gaat eruit. En dan kunnen de mensen de vogels houden of de kat houden. Dus mijn familieleden hadden al heel vroeg
ook al een ionisator. Ja. En in 1982 is zo'n soort pijp gemaakt door Paul Hendricks, ja, voor mijn vader, omdat, ja, hij kanker had. Ja. En toen waren wij niet zozeer bezig met de virussen te doden, ja, maar om te zorgen dat de cellen in het lichaam, die worden namelijk elektrisch gestuurd om, ja, zuurstof op te nemen, dat is een, als ik het goed uitspreek, een membraan, ja, en die wordt als elektrisch geopend en gesloten. En doe je dan de buitenkant veranderen in lucht, in lading, mm-hmm, en ging dat dingetje eerder open en eerder dicht. Ja. En dat jij hebt mij verteld dat dit een foto is, ja, van een collega van jou. Ja, hier staan we samen op, ja, en we hebben toen gebouwd de grootste elektriseermachine ter wereld. En die kan een bliksemstraal van een meter maken. En daar kun je ook heel mooi op zien. Dit is de negatieve ionisatie. Dat zijn die lange haartjes en het hele veld wat die produceert. En hier is dan uiteindelijk ook een doorslag door ontstaan. Dus eerst krijg je de veldopbouw, wat die elektriseermachines doen. Maar die maken geen bliksemstraal. Nee. Dat is ook niet nodig. Nee. Maar ik kan je laten zien hoe de negatieve ionen, als het ware, met een hele hoge snelheid door de lucht heen schieten op foto. En als, ja, je de hand nat maakt, en je houdt hem hierboven, dan lijkt het net koude wind. Ja. Maar dat zijn 300, om voor de mensen even duidelijk te maken, 350.000 biljoen elektronen per seconde. Ja, ja. Dan heb je een indruk, een virus is heel klein, een elektron is nog veel kleiner, maar die hebt er veel meer van. Ja. En die gaan dus als een tennisbal tikken, tikken, tik. En zit dat virusje waar je niet kunt zien, dan zegt dat elektron, pats, jij doet het niet meer. En dat is het verhaal. En ik zou het prettig vinden als dit, laten we zeggen, goed op de markt gezet wordt, dat bioscopen, restaurants, openbare gebouwen, scholen, waar nou de leraren met een mondkapje moeten zitten en de kinderen door elkaar heen rammelen. En we hebben gisteren op de televisie kunnen zien dat in Israël de scholen weer gesloten worden, omdat er weer een uitbraak met kinderen heeft plaatsgevonden. Ja. Ja, jammer. Ik heb en overbodig, zeg jij. Overbodig. Eigenlijk is dit hele probleem met die ionisatiemachines in binnenruimtes op te lossen. Ja. Dat is wat je in feite zegt. Ik heb nog een ander artikel gevonden, want er zijn wel een aantal mensen mee bezig. En dat gaat over een artikel, moet ik even kijken, van een luchtreiniger in Staphorst, waar die ook claimt dat hij het virus onschadelijk kan maken met ionisatie in een filter. En daar is ook een commentaar op gevraagd van wat meneer Osterhaus, wereldberoemd viroloog in Nederland, daarover zegt. Osterhaus zegt, ik heb geen ervaring met het inactiveren van virussen door dit apparaat. Ik ben dan ook voorzichtig met commentaar op deze materie. Het hangt volgens hem af van een aantal factoren zoals luchtcirculatie, temperatuurverloop en relatieve luchtvochtigheid. Jouw commentaar. Nou, luchtvochtigheid, als de temperatuur 1 graad stijgt of daalt, ja, dan neemt de luchtvochtigheid met 5% af of komt erbij. Met de elektriseermachine, deze grootste ter wereld, daar hebben we mooie ervaring mee op gedaan. Dat was net een schakelaar. Bij 65% luchtvochtigheid werkte die als een speer. En was het 66, dan deed het niet meer. Ja. Dus vroeger hadden de mensen ook problemen met de oude elektriseermachines om die aan de gang te krijgen. Ja, ja. Want men wist nog niet dat de luchtvochtigheid. Maar hij zegt, klopt op zichzelf. Alleen jij zegt gewoon, ja, maar die ionisatie werkt in het elimineren van virussen. Ja, ja. Dus als je gewoon ziet dat met feunwinden, laten we zeggen, in het Midden-Oosten, dan heb je ook een hoop negatieve ionisatie. Ja. Dus de natuur heeft ook gebieden waar je dus met vochtigheid wel en niet werkt. Dus bij watervallen heb je weer negatieve ionisatie. Ja. Dan is de lucht weer vochtig. En het resultaat daarbij is dus dat jij sneller geneest. Dus de luchtvochtigheid heeft wel invloed op het ladingsgedrag. Ja. Dat is heel duidelijk. En de experimenten die wij met dat apparaat gedaan hebben. Kijk, dit is een meter, dat is 1 miljoen volt spanning. Ja, ja. En Paul en ik, dat waren eigenlijk een beetje de do-it-zelfers. Ja. Want dit is eigenlijk gebouwd gedeeltelijk uit materiaal wat ons toegeschoven is. Ja. Dit is een meter, daarmee kan je dus eigenlijk meten hoeveel ionisatie er in de lucht zit. En dat is ook
Nou, hier kun je mee meten dat het erin zit. Ja. Maar op de markt is gewoon te koop in Amerika. Ik kost ook $45 als zoiets. Ja. En dan kun je de aantallen mee meten. Kijk, dit is een eigen... En dan kan je dus meten hoeveel ionisatie er is en daarmee hoe veilig die ruimte is tegen virussen. Juist. En dit is gewoon een doe-het-zelf. Paul heeft dat gebouwd. Hè. Kijk, Paul en ik, we weken een beetje af in het laboratorium. Mm-hmm. Want wij hielden ons veel bezig met de geschiedenis van oude uitvinders. Ja. En dan vraag je je eigen af, hoe oud is dat? Nou, ja. De mensen 2000 jaar geleden, de Grieken, die hadden aan het spinnenwiel barnsteen zitten. Ja. En als het spinnenwiel draaide, in die vochtige of niet vochtige ruimte, dan werd alle lucht geïoniseerd. En dat was een mysterie. Mm. En Lorenz, de wetenschapper uit Arnhem, die is het Griekse woord barnsteen gaan noemen naar het woordje elektriciteit. Dus de hele wereld praat over elektriciteit, maar we zeggen eigenlijk barnsteen. Ja, ja. Dus de geschiedenis over het gedrag van elektriciteit is nog voor het jaar 2000. Ja, en je ziet dan dat mensen geëxperimenteerd hebben, die hebben wel dingen aangevoeld, en ook wetenschappelijk, maar de wetenschap was meer empirisch dan dat je het nou in cijfertjes kunt meten en registreren. Ja. En die techniek ik heb sterk de indruk dat het probleem op dit moment is dat al die medici, waar heel sterk naar geluisterd wordt, eigenlijk bezig zijn met medicijnen en met name met vaccins. Terwijl jij eigenlijk zegt, ja, je moet eigenlijk denken vanuit de elektrotechniek en de mogelijkheden daarvan om ruimte virusvrij te maken. Ja, ik herken zo een probleem. Als jij ieder mens oefent een bepaald vak uit, laten we zo zeggen. Mm. En je bekijkt dan de wereld vanuit jouw vakgebied. Mm. Zo ga je de wereld bekijken. Ja. En als jij als medicus grootgebracht wordt door in een microscoop te kijken naar de cellen en naar het gedrag, dan ben je gefocust om het maken van medicijnen. Ja, maar, of vaccins. Of vaccins. Maar je bent niet gefocust om elektrisch te kijken. Nee. En ik vind het een heel mooi vergelijk. Hoe lang heeft het wel niet geduurd voordat de Chinese acupunctuur in Nederland geaccepteerd werd? Ja. Want volgens de wetenschappers kon dat niet. Nee, maar de Chinese mensen hebben een andere filosofie. Ja, we zitten eigenlijk, die virologen zitten, zeg je, eigenlijk in een soort tunnelvisie. Ja. Waarbij ze de mogelijkheden buiten die tunnel eigenlijk niet zien. Ja. En je zou naar andere vakgebieden moeten kijken om die mogelijkheden van die tunnel buiten die tunnel te kunnen zien. Exact. Nu nog even dit apparaat. Misschien kun je daar nog even wat over zeggen. Ja, dit is gewoon een accu. Die vult met 12 volt dit apparaatje. Ja. En er zit een naaldje boven. En die maakt dan 7000 volt. Ja. Er zit nog een schakelaartje hierop. Dan kan die ook naar 30.000 volt. Ja. Maar dat heb ik al gezegd. Dan heb jij zelf gebouwd? Paul, die vriend van mij. Ja. Maar wij doen de dingen altijd samen. Laat me zeggen, ik heb hier het materiaal van georganiseerd. Ja. Paul, je hebt een idee, ik heb een idee. Ja. Dus alle dingen, dat doen we al 30 jaar lang samen. Ja. Ik heb iets uit China. Hup, Paul, weet je, we hebben wat dat betreft nooit als concurrentie. Nee, dat begrijp ik. Wat denk jij dat de volgende stap zou moeten zijn in dit proces? Om dit erkend te krijgen? Ja, eigenlijk is alles aanwezig, zeg ik wel eens. In de vriendin van mij, die heeft het heel mooi omschreven. Ja. Dat is Peggy. En Peggy zegt, je moet dat zien als een kruispunt. En er staan 4 auto's op elkaar te wachten wie het eerste mag rijden. Maar iedereen wacht op rechts. Maar niemand rijdt. Ja. En Rob, die heeft een hele mooie opmerking gemaakt, Brokhuis. Ja. Die zegt, in Engeland hebben ze het anders. Daar hebben ze een stip in het centrum gezet. En dan moet je het zien als een rotonde. En wie dan het eerste erop is, die mag rijden. Ja, ja. En die fase waar we nou in zitten, met de wetenschappers die dus naar de medicijnen kijken. Ja. En de andere mensen zitten allemaal op elkaar te wachten. En daardoor rijdt het niet. Nee. Luister, jouw collega Rob Brokhuis heeft een burgerinitiatief voor een motie ontwikkeld. Dat ga ik even voorlezen. Burgerinitiatief voor een motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering alle openbare gebouwen te voorzien van een ionisatiesysteem om alle genen, virussen en schadelijke microben te verwijderen uit de ademlucht in overheidsgebouwen, dan wel in door de overheid gesubsidieerde instellingen als scholen, theaters, zwembaden en sportscholen. Te beginnen bij verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Om besmetting van bewoners en personeel met het coronavirus uit te sluiten door ionisatie van ademlucht in die gebouwen. En het bouwbesluit in deze aan te passen. En gaat over tot de orde van de dag. Help ons de oplossing politiek af te dwingen. Nou,
Is geweldig. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Tom.